Valentijn Driessen, dit is een voetbalprogramma. We blikken vooruit op het Eredivisie weekend. Maar wat wij nou op onze achtergrond hebben hier? Easy Toys. Easy Toys. Nou, nu begrijp ik wel waarom de KNVB nee heeft gezegd. Als je dit soort toestanden ziet en met kleine kinderen. En er werd gezegd door Emmen van ja, we zetten dan een goed doel op het shirt. Ja. Ja, maar dat kan toch niet? Nou, vind je? Want even... Dit kan niet. Nee, dat kan echt niet. Maar kijk, kleine kinderen die hebben geen idee waar het over gaat. Maar die willen het shirt waar ook die spelers mee voetballen. En daar staat Easy Toys op. Nou, en die kinderen tegenwoordig al vanaf een zesde zitten ze tik op internet, e-mail, Easy Toys. En dan krijg je dit soort gekkigheid. Nee, joh, dus jij vindt het terecht dat de KNVB... Ik vind wel, hoe heet dat, zoals bij Groningen, daar staat het op de boarding. En dan vind ik, ja, oké, prima. Dat is nog tot daaraan toe. Maar dit hoeft voor mij ook niet op de shirt te zijn. Nee? Zijn het de bekende... Ze hebben toch al hun publiciteit nu gehad. Zijn het bekende voorwerpen, trouwens? Nee, niet van mij, nee. Okay, nou, ik ben gelukkig getrouwd. Ja, maar ze hebben inderdaad natuurlijk wel heel veel publiciteit gekregen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... KNVB gaat wel met Heineken in zee, gaat met Toto in zee. Nou, ja, dat heb je het over gokken, dan heb je het over alcohol. Ja. Dat heeft misschien veel meer schadelijke dan... Joh, dit gaat over seksspeeltjes. Nou, en... Nou, dat taboe ligt hier nog wel in Nederland, hè? In het protestante Nederland. Dus wat dat betreft... ja, de KNVB, Gudde is daar de directeur van. Ja, die vindt het waarschijnlijk niks. En die heeft gezegd, we gaan hier een streep doorheen zetten. En denk je tot slot nog, als M hier een punt van maakt... en het werkt naar de rechter? Maar dit is allemaal serieus, toch? Ja, dit is serieus. Ja. Maar neem maar als ze naar de rechter stappen. Zij zeggen van, ja, het zijn inkomsten die we mislopen nu. Ja, dan moeten de rechter bepalen of dat wel of niet kan. Ja. Maar ik denk dat de rechter ook zal kijken naar de goede zeden en waarden. En ook vooral omdat voetbal natuurlijk ook voor kinderen bestemd is. Ja. Dus ik denk dat ze bot gaan vangen. Maar dit bedrijf heeft al zoveel publiciteit gehad... Ja. Als ze nu nog niks verkopen, dan verkopen ze nooit wat. Oké, nou duidelijk. Dan gaan we naar van seksspeeltjes naar corona. Ja, kleine overstap. Want de hele staf van Vitesse is ongeveer besmet met corona. Letch, de coach. Sturing die moet dan geloof ik nu het gaan overnemen. Nou, maar dat, ja, straks dat is hij wel gewend. Nou, maar dat is hij natuurlijk wel gewend. Dat heeft hij geloof ik al 25 keer gedaan, Sturing. Dus ik denk dat voor Vitesse weinig uitmaakt. En kijk, Edward Sturing krijgt geloof ik Nicky Hofs. De enige rare is natuurlijk dat de technisch directeur ook op de bank zit. Dat is een Duitse, Spors heet hij geloof ik. Hij is nog iets te onbekend, maar die zit ook op de bank. En dan denk ik, ja, die heeft daar in feite natuurlijk niets te zoeken. Nee. Maar in Duitsland gebeurt dat wel vaker. Hè? Daar zie je bijvoorbeeld ook bij Bayern, zie je vaak, hè, Rummenigge vroeger... zag je bepaalde bestuursleden of directeuren zaten gewoon op de bank. Ja. En deze man die gaat er ook zitten. Maar ik denk niet dat hij een toegevoegde waarde heeft op de bank. Dat neem ik niet aan, met Hofs en Sturing naast. Leidt alleen maar af. Maar aan de andere kant kun je gaan afvragen op een gegeven moment... van ja, als de hele staf van Vitesse ongeveer besmet is... nou, Duarte is dan ook nog positief bevonden. Het is Vitesse, Sparta. Ja, op een gegeven moment, dit moet toch gaan. Nee, maar kijk, als dit nu in de spelersgroep zou zijn... De KNVB hanteert volgens mij de UEFA-norm van 13 spelers of de FIFA-norm. Als er 13 spelers fit zijn, dan kan de wedstrijd doorgaan. Dat vind ik veel te ver gaan. Ik vind wel, je moet een bepaald aantal spelers tot je beschikking hebben. Nou, volgens mij is het 5 wissels. Dus er moeten minimaal 18 spelers beschikbaar zijn. Ja, en als er 8 basisspelers weg zijn, ja, dan moet je zeggen van dan spelen we later in het seizoen. Want dan praat je over competitievervalsing. Ja, maar je vraagt natuurlijk wel af als corona zo wijd verspreid is binnen een selectie. Dan, ja, maar dit is nu alleen bij de technische staf. Als het inderdaad bij de spelers, dan vind ik wordt het een ander verhaal. Nou, laten we het dan over voetbal gaan hebben verder nog. Nou ja, eindelijk. Vitesse Sparta, wat denk je? Een eentje, oké. Okay. Ja, Feyenoord dan, stond ook in de krant vandaag. Hè? Het voorjaar van 2022 moet dan de eerste paal daadwerkelijk in de grond gaan. Ja, nou, ik vind het een hele goede zaak. Ik vind het prachtig. Ja, dat de Kuip behouden blijft, hè. Dat hoort, hè. Is cultureel erfgoed. Maar als Feyenoord inderdaad verder wil, ondanks alle lobbyisten die graag willen dat dit stadion er niet komt, dan moet je gewoon naar een nieuw stadion met veel meer mogelijkheden. En nu zien we, als je met de kennis van nu zie je bepaalde mogelijkheden of onmogelijkheden in dat nieuwe stadion. Maar als dat nieuwe stadion er eenmaal staat, dan zal het een trekker van je welste worden. Want het wordt natuurlijk veruit het mooiste stadion. Ja, dat dacht ik al. Ik voelde hem al aankomen. Ja, ja. Maar dat wordt dan een trekker van je welste voor heel Nederland. Ja. Voor Easy Toys. Laten we erover ophouden. Over Feyenoord gesproken. Spanjic van Krasnodar. Ja. Nou ja, ze hebben gewoon een speler extra nodig. Want, lijkt me een goede aanwinst. Ja, omdat hij groter sterk is. Nou ja, laten we het eerst maar zien. Ik heb wel gelezen dat hij is sterk in de duels. Hij is goed in de lucht.
Maar voetballend houdt het niet over. Nee. Ja, ik hou wel van voetballers of van centrale verdedigers die wel kunnen voetballen. Ja. Het schijnt ook te zijn dat hij veel heeft gespeeld bij Krasnodar, maar dat er maar een beperkt aantal buitenlanders contract is. Dan zou je zeggen, als hij echt zo goed is, zou hij misschien bij de eerste 8, geloof ik, of exact. Zitten. Ja, 8 spelers en daar zit hij dan niet bij. Nou, inderdaad, als jij echt een hele goede speler bent, dan houdt Krasnodar jou zelf. Ja, bijvoorbeeld. Die houden ze bijvoorbeeld wel, ja. Ja. Dan naar PSV. Lammers, uiteindelijk 10 miljoen naar Atlanta waarschijnlijk. Toch een goede set dan van PSV? Ik vind het een mooi bedrag wat je krijgt voor een speler die nauwelijks bij jou hebt gespeeld in het eerste, wel bij Heerenveen. Maar ik denk dat Lammers veel potentie heeft. En ja, ik vind het wel zonde, want ik denk dat hij een spits is die PSV heel goed kan gebruiken. Het is een bepaalde kapstok. Hij is technisch best wel aardig. Hij is niet zo snel. Zijn handelingssnelheid ligt ook wat lager, maar dat kan misschien nog groeien. Mm-hmm. En dan vind ik het wel jammer dat zo'n speler de Nederlandse velden op deze leeftijd al verlaat. Want ik denk dat PSV daar best wel plezier van had kunnen beleven. Veel meer dan ze nu hebben. Ze hebben hem helemaal opgeleid. Een puntje bij paaltje. Hè. Nu zou hij bij de selectie komen. Ja. Of vast bij de selectie zitten. Een kans hebben. En dan vertrekt hij. Ja, doodzonde eigenlijk. Ik zat wel te kijken naar de beoogde nieuwe aanwinst. Eran Zahavi. Als je zijn doelpunten gemiddelde bekijkt. Ja. Die staat ongeveer 1-1. Ja, in schijnt, China. Nou ja, goed. Ja. De Chinese competitie. Naast ja, joh, dat stelt er allemaal niks voor, man. Maar ook wel in Israël. Maar waarom speelt... we hebben het net over Spies. Maar waarom speelt deze Zahavi dan niet... Omdat hij miljoenen vangt daar. Ja, nou, daarom. Maar anders had hij toch wel bij Barcelona of bij Juventus of bij Chelsea gespeeld. En zo. Die heeft het hier natuurlijk ook nergens gemaakt. Nou, is hij dan voor miljoenen is hij naar Israël gegaan. Of naar China gegaan. Mm. En natuurlijk een leuke spits. En hij zou best wel aardig mee kunnen draaien. Maar... als je een product van eigen opleiding en die staat op punt van doorbreken en je verkoopt voor 10 miljoen naar Atalanta. Een hoop geld voor zo'n speler, maar ik vind het doodzonde. Hetzelfde als met Dest, hè, die hebben we hierachter ook. Vind ik ook doodzonde dat hij vertrekt. En ik denk dat Ajax hem juist nodig heeft. En dat heeft Ten Hag natuurlijk vandaag ook laten weten. Ja, precies. Want nou wil hij wel zeggen, geloof ik, dat Masraoui dan een fractie beter was nog. Ja, nu wel, ja. Ja. Maar jij vindt ook dat Ajax zich hard moet maken om Dest alsnog te behouden voor de club? Want nou, in principe wel. Als clubs zich gaan melden, kan je hem toch bijna niet meer... Nee, en ook financieel is het voor Ajax ook goed. Hè, als ze zeg maar 25 miljoen zouden krijgen. Maar het is wel, Ajax wil graag meedoen aan de top. Aan de internationale top, Europese top. Dan heb je een brede selectie nodig. Nou, hoe breed de selectie je nodig hebt, blijkt nu. Want Tagliafico valt weg. En moet Dest spelen gewoon, dan linksback. Ja. En als hij dadelijk niet is, dan kan hij niet spelen ook. En dan moet je weer iemand anders zien te vinden voor die plaats. Dus je moet eigenlijk overal twee gelijkwaardige spelers hebben. Nou, met Dest heb je een gelijkwaardige linksback. En een gelijkwaardige rechtsback, want hij kan links en rechts spelen. Nou, dan is het doodzonde om hem te laten gaan. En als je Dest over een heel jaar neemt, dan is hij misschien wel beter dan Masraoui. Ja. Nu op dit moment niet, maar... Maar zo'n contract loopt tot 2022 uit mijn hoofd. Als je hem dan volgend seizoen zou verkopen, dan zit je weer met het probleem dat je minder voor hem vangt natuurlijk. Ja, maar misschien... Gaat hij dreigen van ik verleng mijn contract niet, dan heb je die ellende weer. Nee, maar misschien is volgend jaar is er een vaccin tegen corona. Dus gaan die prijzen allemaal weer stijgen, want die prijzen dalen nu natuurlijk alleen maar. Omdat die clubs niet al het geld ter beschikking hebben om zich te roeren op transfermarkt. Nou, dan gaan die prijzen weer stijgen, dus dan krijg je misschien wel meer. En dan heeft hij misschien een geweldig jaar gedraaid in de Champions League. Ja, ik zou zeggen van hou hem sowieso voor de toekomst, voor je elftal. Maar financieel kan Ajax er ook veel beter van worden. En het ziet er nu wel naar uit als ik Ten Hag zo beluister op de persconferentie... dat ze zich toch nog zullen gaan roeren op de transfermarkt. Hè? Ja, maar je haalt natuurlijk waarschijnlijk geen vergelijkbare kwaliteit binnen. Ja, misschien en Wijndal dan, want AZ heeft nu Champions League misgelopen. Ja, nou, Wijndal zou kunnen, maar hij had het ook echt over een rechtsback. Dus ja, Fosu Mensah, moet je die dan halen die het eigenlijk niet haalt bij United... Ja, ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt om echt kwaliteit te kopen. En daarvoor hebben ze natuurlijk al een aantal missers gehad op rechtsback. Die Deen bijvoorbeeld. Die er niets van bakte. Dus het is een moeilijke positie bij Ajax. En nu heb je een dubbele bezetting. Wat je wil als Europese topclub, hè, of dat pretendeer je dan te zijn... of in ieder geval te willen worden, ja, dan moet je zo'n speler niet laten gaan. Ja, en als we tot slot zeggen Ajax-RKC, ik geloof dat de PSV Emmen heeft en Feyenoord... Ja, maar kijk, de eerste half jaar hoeven we niet naar die wedstrijden te gaan kijken. Nee, de grote wedstrijden komen allemaal na de winter. Zijn allemaal voor na de winter ingepland. Hè? Omdat dan waarschijnlijk meer toeschouwers kunnen komen. Dus alle topwedstrijden die komen na de winter. Feyenoord-Twente natuurlijk, ja. Ja, maar wat gaan we nu kijken de komende weken, de komende maanden? Dat is allemaal de lammen tegen de blinden. Nou, daar gaan we naar kijken dan, Valentijn. Ja, dat doen we dan maar. Graag gedaan.